Welkom bij Genoen TV, aflevering 232. Straks laten we jullie de statushouders zien bij Theater Kleinkunst. Maar nu eerst Tigo met de LOL stagiaires. Kom erin! We zitten met Savano en Eva, de nieuwe stagiaires van Groendun. Hoe kom je vanaf, Savano? Ik kom uit Blerik. En jij, Eva? Uit Blerik. Ah, dat is toevallig. Hetzelfde dorp. Op welke school zit je, Eva? In Puls. En jij, Savano? Ook in Puls. Wat vind je van Groendun, Eva? Wel leuk. Ik zit nou bijvoorbeeld hier bij media. Bij Kimberly en bij de Kool. En jij, Savano? Wat we nu aan het doen zijn, vind ik wel hartstikke leuk eigenlijk. Ah, dus Wilma. Ja. Oké. Dankjewel voor deze interview. Nou, geen dank. Geen dank. Ik zit hier met Luc Baten. Hoe oud ben jij, Luc? Ik ben 17, maar ik word 18. Waar woon je? In Horst. Wat doe je in je vrije tijd? Doe ik vaak even op de iPad, YouTube en kijk soms naar spinnenfilmpjes. En ooit, een keertje, 1 jaar geleden of zoiets, had ik een keer mijn kamer had gepoetst, had ik een nepspin op de vloer gelegd, waardoor mijn man ik schrok. Ja, die schrok echt, hè? Horror. Ja, want spinnen komen graag in schone plekken. Oké. Wat doe je hier allemaal? Tegenwoordig ben ik bij creatief en ik was bezig met een vogelhuisje. En daar deed ik ook spinnen erop tekenen. En eerst nog met vorige schets met potlood en dan met dikke stift. Nou, dat was het denk ik. Ja, dat was de interview weer van vandaag. Ja, tot volgende keer, Luc. Volgende keer. Hoi. Hoi. Volgende week stellen we de andere nieuwe medewerkers en stagiaires aan jullie voor. Bram, Noelle en Laura. Vrijdag 27 januari speelde Theater Kleinkunst een voorstelling voor de statushouders in de gemeente Horst aan de Maas. De voorstelling ging over vertrekken en thuiskomen en was erg bijzonder en emotioneel. Het publiek was enthousiast en er was veel herkenning in het verhaal. Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijken jullie de volgende week weer. Gewoon Doen!